Hindoes over de hele wereld vieren vandaag het Pagua-feest. Ook in Suriname wordt dit feest groots gevierd. Diverse sociaal-culturele organisaties over het hele land hebben gisteren de Holika-verbranding gehad. Dat is het symbool van de overwinning van het goede op het kwade. Vanochtend is het Holi Festival feestelijk ingeluid. We brengen u sfeerbeelden uit de Palmentuin. Makkenchor is een spel waarbij er een bord wordt opgehangen in de voorronde op 6 meter hoogte. De groepen moeten dan op elkaar schouders klimmen, een torentje vormen om het te gaan keepen. En de snelste vier groepen die gaan naar de finale. En daarna in de finale de bord met 1 meter hoger, bijna 7 meter. En de snelste van die drie, die gaat de Sitari Malhoe de trofee naar huis nemen. Genieten jullie? Ja hoor, wij genieten heel erg. Het is de eerste keer dat we dit meemaken. En hoe bevalt het? Wat zegt het festival jullie? Heel veel kleur en feestelijk. Heel vrolijk. Iedereen is vrolijk. Iedereen wil feesten. Dus ja, dat is heel gezellig. Dat is heel leuk. Ja hoor, ja. Begrijp je waarom dat feest wordt gevierd? Niet zo heel erg. Ik weet dat het een Hindoestaans feest is. En dat het ondertussen nationaal is geworden dat iedereen het viert. Maar niet zo heel erg, Pagua. Jij weet wel. Jij weet er wel wat van? Ja, een beetje. Het is een hindoeïstisch feest, combinatie van lentefeest, de bevrijding van het kwade op het goede, of het goede op het kwade volgens mij, en nieuwjaarsfeest. Dat is het enige wat ik weet. Sfeerbeelden uit de Palmentuin in verband met het Holi Pagua feest dat vandaag wereldwijd wordt gevierd.